Stop nu eens met dat uurtje factuurtje. Als je echt geld wil verdienen, kun je beter overstappen naar facturatie op basis van projecten. Dus dat je een bepaalde projectprijs afspreekt en daar dus je werkzaamheden voor verricht. En ja, dit is heel erg eng, want je moet een goede inschatting kunnen maken van de hoeveelheid uren die jij gaat besteden aan een bepaald project. En ervoor te zorgen dat je dus winst kunt maken op dit project. Doe je uurtje factuurtje, dan weet je zeker dat je alle uren die je maakt kunt factureren. En ga je op projectbasis factureren, dan kan het zomaar eens zijn dat je dus te weinig uren vooraf inschat en misschien wel verlies gaat maken op projecten. Maar aan de andere kant is je winstmarge, wanneer je het goed inschat, ook vele malen hoger dan wanneer je blijft hangen op dat uurtje factuurtje. Bovendien heb je bij dat uurtje factuurtje gewoon echt een maximum aantal uren die je kunt besteden in de week. Ga je dit op projectbasis doen, dan kun je dit veel meer uitbreiden. Een belangrijke tip wanneer je overstapt naar facturatie op basis van projecten is dat je een goede inschatting moet maken aan de voorkant van de hoeveelheid uren die je gaat besteden. Hou bijvoorbeeld ook rekening met leeruren die je hebt, die dus minder worden na verloop van tijd, maar maak ook een hele goede nakalculatie. Dus hoeveel uren heb ik daadwerkelijk besteed en waarom wijkt dat af ten opzichte van mijn voorcalculatie? En op basis daarvan krijg je steeds meer ervaring in het inschatten van de hoeveelheid uren die je nodig hebt en wordt die inschatting steeds beter en kun je dus ook steeds meer geld gaan verdienen. En natuurlijk zullen er altijd branches zijn waarbij het gewoon meer gebruikelijk is om te factureren op basis van uurtje factuurtje, maar kijk wel echt goed waar voor jou de mogelijkheden liggen. Hoe factureer jij nu en wat zou je nu het liefste willen doen? Laat het me heel even weten.